Het is woensdagochtend, 10:30. De meeste van onze volwassen dorpsgenoten liggen nog in bed met misschien een beetje hoofdpijn. Maar de kinderen zijn al wel wakker. Nou, goedemorgen Erik. Hey, goedemorgen. Wij staan hier bij Enten Vooruit op een veld vol met kinderen. Ja, dat klopt. We hebben de activiteiten morgen voor de groepen 6, 7, 8 op dit moment. We hebben 243 kinderen op dit moment aan het spelen. Ja, het zijn een soort zeskampachtige spelletjes. We proberen twee groepjes tegen elkaar te laten draaien. Eigenlijk is het gewoon actief bezig zijn. Morgen vroeg hebben we groep 3, 4, 5 hier. Hetzelfde schema, hetzelfde dingetjes. En vrijdagmorgen zijn de groepen 1 en 2 bij de krul. Dus ja, we gaan nog even door. Ik moet er wel nog even tussen, jongens. Zo, mag ik hier tussen? Zo, ja, super. Goedemorgen, juf Esme. Goedemorgen. Jij staat hier met jouw klas hier op dat voetbalveld. Ja, klopt. Was het een beetje te doen vanochtend? Ja, het was hartstikke leuk. We hebben er mooi weer bij en leuke spellen allemaal opgezet. Super, kinderen zijn blij, toch? En waarom is het nou zo belangrijk dat we dit toch met alle kinderen doen tijdens de Enterse dagen? Ja, dat de kinderen ook een beetje feest mogen vieren. En samen ook een leuke dag ervan maken. Dus ja, superleuk. Ja!